Hey, en leuk dat jullie weer kijken naar Pretpark Frans België. Ik ben hier vandaag in het Sprookjespark De Efteling in Nederland. Het is een redelijk groot park, dus we hebben genoeg attracties om te doen vandaag. Dus ik neem jullie ook weer een hele dag mee. Alvast heel veel kijkplezier en tot na het intro. We beginnen eigenlijk waarmee dat de Efteling oorspronkelijk ontstaan is. En dat is het Sprookjesbos, thema van het park. Dus ik neem jullie even mee met een paar sfeerbeelden van het Sprookjesbos. En dan gaan we verder met de mechanische attracties. Jaren later vond Rapunzel en haar vreugdetranen raakten zijn ogen, waardoor de prins weer kon zien. En ze leefden nog lang en. Wat een schattig mannetje. Kleine boodschap. Kleine boodschap. Dan gaan we nu verder met een nieuw sprookje, althans het staat er intussen 2 jaar. Het is ook de enige echte mechanische attractie hier in het Sprookjesbos, namelijk de 6 zwanen. Waren, huilde ik bitter op moeders graf. Een jurk van goud en glazen muiltjes waren wat haar goede geest mij gaf. Haar stem zo hemels sprak, ga snel. Maar bij het schijnsel van de maan, voor klokslag 12 moet je vluchten, is het feest voor jou gedaan. Ik bezocht het bal gelijk een dame. Hij vroeg mij ten dans, de prins. Wij werden daar op slag verliefd. Verlegen, blozend enigszins. Behoort het muiltje toe. Mijn tijd is nu gekomen.
Ook de bomen in de Efteling worden nagekleed. Dat is uiteraard geen sprookjesbos zonder een sprookjesboom. Een spiegel die altijd de waarheid zegt. Nee, maar Assepoester had een plannetje. Ze liet reus... Op het einde van het Sprookjesbos staat ook nog een soort beeldmonument ter ere van Anton Pieck. Anton Pieck was eigenlijk de ontwerper van heel veel sprookjes hier uit het Sprookjesbos. Onze eerste grote attractie wordt de Droomvlucht, een dark ride. Dit was dus Droomvlucht, de wereld van de trollen en de elfjes. Ik hoop dat jullie een beetje van de onderrijdbeelden hebben kunnen zien. Want de GoPro is vastgelopen intussen, dus het zal met deze camera worden. Dus excuses voor de slechtere kwaliteit. We gaan nu verder richting Carnaval Festival Vogelrok en de nieuwe theekopmolen Sirocco. Carnaval Festival wordt de volgende nog een dark ride. Thank you.
eerste achtbaan voor vandaag wordt Vogelrok, de indoor achtbaan van het park. Het is de nieuwste Efteling-attractie, Sirocco. Voorin Monsieur Cannibal. Buiten de theekopmolen Sirocco is er ook een nieuwe waterspeelplaats, Archipel. Er zit hier niet veel water in eigenlijk, buiten de regen. Veel pak beter dan de Monsieur Cannibal. Zelfs de karretjes zijn aangepast. Zet je handels vanaf. Heel mooi, heel mooi. Zoals jullie zagen, komen we net uit de vernieuwde theekopattractie Sirocco. En dat is echt wel een grote verbetering tegenover de Monsieur Cannibal van vroeger. Muziek, draaiingen, de hele show. Het is een heel mooi totaalplaatje geworden. Ik denk dat dat in het donker zeker nog een heel pak mooier is. En we gaan nu verder met de B&M Dive Coaster van het park, Baron 1898. Helaas, zo goed als elke attractie hier in het Ruigrijk, zowel de houtachtbaanjongens en de draak als de watercoaster. De Vliegende Hollander zijn gesloten.
En ook de stalen achtbaan Python is helaas vastgelopen. We hebben net een ritje gemaakt in Baron 1898. Het is en blijft een leuke achtbaan, maar niet echt heel speciaal. Dat is ook wel lachen, want in de voorshows, de projectieschermen, zijn inmiddels al een tijdje kapot. Die zijn ook nog steeds niet gemaakt, spijtig. Dus dat was wel bizar om dan de wachtrij zo eens te ervaren. Maar die wilden we verder gaan met de Python, Joris en de Draak. Helaas zijn deze ook gesloten. Dus dan gaan we verder met weer een nieuwe guide, Max en Moritz. Max en Moritz, de racende powercoaster. Heel de wachtrij zijn een paar lollige objecten aangebracht. Zoals een scheetkussen. De volgende attractie wordt Spookslot. Een animatronic show. Dat is hier weer zo donker, hè. Thank you.
attractie wordt het Paleis der Fantasie Symbolica. Welkom, Jeven, salam alaikum, de broodmajor, of voor onze Chinese gasten, de haal, regel 651, niet drinken, drinken verboden. Or ne boit pas, no drinking. Van klinken en drinken, kon struikelen en hinken. Welkom, welkom, bienvenue. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie, lieve onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal! Onze koninklijke tovernaar! Wat een saaie boel! Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee! Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. You want to go to the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! What's happening with the stars? Jij moet tikken, hè, man. Welkom. Welkom. Thank you.
Dit was dus de Dark Ride Symbolica. Het is en blijft een van de mooiere Dark Rides van het park persoonlijk. We gaan nu verder met de laatste Dark Ride voor vandaag. Dat wordt Fata Morgana. Het is een Dark Ride in Oosterse sferen. Ligt helemaal van voor aan het park. En dan gaan we terug huiswaarts. Fata Morgana wordt de laatste voor vandaag. Aan elke dag komt een einde, zo ook aan de onze hier in de Efteling. Nogmaals mijn excuses, omdat er geen onderhouds in zaten van de achtbanen, wegens het effect van mijn GoPro. Maar we komen zeker nog eens terug om ook de andere gesloten attracties voor u uit te testen. Alvast bedankt om te kijken, like en abonneer voor meer video's. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebook en Instagram pagina en op onze website. Tot ziens!